Hallo allemaal. En welkom bij update nummer 83. Ja. Hey, ja, weer een hoop leuke dingen. Ik denk, we gaan gewoon knallen gewoon in het eentje, niet? Ja, we beginnen gewoon. Ja, we gaan beginnen, oké. Okay. Oh, ik moet nog even leren laten zien. Dat blijft een verrassing. Spelletje kaarten. Hoppakee. Dat mag ik ook even aan doen. We leggen even een aantal kaarten neer. Zo, en een aantal kaarten beeld omhoog. Oh, maar doe het even zo. René, zou je even willen kijken of deze kaarten verschillend zijn van deze? Absoluut. Ja? Ja. Wil ik je vragen om de kaarten bij één te doen en de kaarten netjes op te bergen in je jashakje of wat dan ook? Ik leg ze hier neer, dan kan iedereen ze zien dat ze niet uit beeld gaan. Oké. Okay. Wil ik je vragen om één van deze kaarten in gedachten te nemen? Ja, ik heb er één. Wacht even. Ik laat even de mensen zien welke dat is. Goed? Ja. Ja. De bedoeling is dat die kaart vanuit hier naar dat spel gaat. Van hier? Van hier naar hier. Dat kun je op verschillende manieren doen. Ik doe het even magisch. Kijk maar, nee. Dan zie je dat daar. Ja, hier zit hij niet wel in. Maar... Leuk. En dit is UFO. UFO kost 39,95. Zeer makkelijk te doen. Ja, heel makkelijk. En het lijkt heel veel op Strange Travelers van jaren geleden uitgegeven door Paul Harris was dat toen. Lijkt het heel veel op, ook qua werking. Er zit een klein verschilletje in. Dat de kaart niet... Dat het aantal kaarten niet verandert, moet ik zo zeggen. Voor de toeschouwer maakt dat totaal niet uit. Maar bij de andere had je ook nog dat je... 10 kaarten en 10 kaarten had, maar het laatste had je 9 kaarten en 11 kaarten. Wat ik nog sterker vind, maar die truc is niet meer in de handel. En dat is ook heel goed en dat is heel makkelijk ook inderdaad. Dit is niet geschikt, deze truc, eigenlijk voor camera, voor nu, vinden wij. Maar we willen hem toch laten zien, we kunnen hem niet laten zien, vinden we zonde. Ja, want normaal heb je genoeg afleiding door... Ja, nee, maar normaal kunnen mensen niet terugkijken, snap je? Ja. Deze zou je helemaal kunnen analyseren. Ja, ga je gang als je dat wil doen, dan ga je nu even analyseren. Dus die is niet geschikt voor camerawerk, voor televisiewerk. Alhoewel dit principe wel veel gebruikt wordt in toch ook wel bekende televisieprogramma's, op internet, noem maar op. Toch? Neem elkaar de gedachte. Was je geboortedatum, bla bla bla. Zit hij er nog bij? Nee. Exact hetzelfde, maar dan heel slim met een DVD of online video zit erbij, hè? Online. Toch? Video. Ik wil zeker de video. Ja, online video. Ja, zo zit er een DVD bij. Van As, toch? Leuk dingetje. Ja. En zoals ze zeiden, al makkelijk. Leon, heb je vroeger met Lego gespeeld? Ja, heel veel. Ik heb dozen vol. Ik ook, kijk. En mijn zoontje speelt nog regelmatig met Lego. En toen dacht ik, wacht eens even. Waarom we al die dingen maken, zou je ook een goocheltruc kunnen maken. Ik weet niet of je, dit lijkt op een ding wat ook goochelaars gebruiken, een soort paddle. Ik heb allemaal verschillende blokjes op één kant gemaakt en allemaal ook verschillende blokjes aan de andere kant, zie. En dan denk ik, het idee is dit. Noem een getal tussen 1 en 6. 3. 3, oké. Okay. Dus stel dat we een kleurtje gaan tellen. 1, 2, 3. Komen we uit op? Rood. Rood. Je hebt zelf rood gekozen? Ja. Ja, oké. Okay. Let op, doe je dit. Doe je dit. Wordt alles hier rood aan deze kant. Maar dat is niet alles, want aan de andere kant wordt ook alles rood. Hier is grappig. Maar het leuke is, als je hier dit doet. Alles in één kant rood, alles in één kant ook nog verschillend. Zie, als je wil, kan je zelfs checken als je wil. En die blokjes kunnen er ook allemaal af, hè? Die kunnen, het is echt Lego. Je kan, ja, Lego, het is Lego. Niet de originele, maar je kan er allemaal af. Sterker nog, aan de andere kant is nu alles rood. Hè? Maar als je zegt, ja, maar ik vind dat niet zo leuk. Ik wil liever dat groen of blauw. Groen of blauw wordt. Nou ja, van Lego. Nee, dan zitten. Kun je de rode blokjes eraf halen. En dan zet je daar bijvoorbeeld groene blokjes op of blauwe blokjes. Wat je wil. Het zit er allemaal bij. Dus je ontvangt de speciale paddle. Je ontvangt de extra blokjes. En de link naar een online instructievideo. Nou, het is heel makkelijk. Sorry. Gewoon de hot gezondheid. Gewoon eigenlijk de hot rod. Standaard hot rod paddle. Staat ook op. Maar dan heel leuk gemaakt. Ik denk als je voor kinderen werkt. Of in het bos, een restaurant, of tafel, goochelaar, of waar dan ook kinderen zijn. En je haalt dit tevoorschijn dat je meteen aandacht hebt. Van de andere kant, als je het bij volwassenen laat zien, zeggen die ook allemaal, huh?
Gemaakt van Lego, ja, ook interessant. Baffling Blocks heet dit apparaat en kost €26,95. Dus ook een oké prijs. Lego is niet goedkoper. Ja. Baffling Blocks. Dan hebben we hier een DVD over kaartswitches. Of deckswitches, sorry. Moet wel goed zijn. Ja. Hierop worden meer dan 20 soorten deckswitches uitgelegd. Bovenop tafel, van alles en nog wat. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Mm-hmm. Ja. Ja, stel voor je hebt een, je hebt een memorized deck. Ik ga niet uitleggen wat het is, mensen die dat weten, die weten dat. Je hebt dan een heel spel laten schudden en je wil dat even verwisselen voor je memorized deck. Hoe doe je dat? Nou, er zijn dingetjes voor, dus de vodka is ervoor. Ik heb het nu over gimmicks, je hebt cooler, je hebt cold case, je hebt allerlei apparaten daarvoor. Maar geloof me, dat is niet nodig. Wij doen het in de winkel ook bijvoorbeeld met de glass deck. Dat doen wij daar ook. En je hebt echt geen ingewikkelde toestanden nodig. En deze DVD leert inderdaad iets van 20 verschillende manieren om dat te doen. Zonder ingewikkelde toestanden. Het komt er voornamelijk op neer dat je moet durven. Ja. Dat is het. Met sommige die, terwijl je spel coupeert, gebeurt het. Sommige zonder enige bedekking. Dus er zit voor iedereen eigenlijk wat in. Niet direct voor de beginner. Maar als jij een beetje ervaring hebt, dan moet je dit eigenlijk zien. Want het is toch wel een heel sterk effect. Dat je maar je komt dus wel technieken eindelijk bekijken. Ja, maar ik zeg vooral durven is het ook. Mm-hmm. Maar ook wel techniek, maar ook je kunt, dat is mooi. Hè? Er staan zoveel soorten op dat je eigenlijk kunt kiezen wat bij je past. En stel voor je wil dit niet doen, maar je wil een gimmick ervoor gebruiken. Welke raad je dan aan? Want je zijn net te cool. Ik zelf vind vodka, met een V is dat, trouwens ik zo, het best. En vodka is eigenlijk cold case. Ik vind het die Wilson maar mooi. Ja, dat is cold case. Cold case. Ja, maar vodka is hetzelfde, maar die heeft niet de losse flap. Heb je daar interesse in? Kijk even terug, want cold case is voorbij gekomen. Vodka is ook ooit voorbij gekomen. De cooler weet ik niet, het is al lang geleden dat die uitgekomen is. Die zit ook in allerlei updates. Zoek even gewoon op bijvoorbeeld de cooler en dan product update. Ja. Of vodka product update, Dynamo Magic Shop, dan vind je hem zo. Zo niet, stuur eens een mailtje en wij zoeken het er voor je uit en dan mailen we je even terug waar dat in staat. Oké, okay. Hey, we gaan even turbo vandaag. Ik heb nog iets. Wat is er nog iets mooiers dan 's avonds laat buiten met mooi weer op het terras te zitten, op te kijken in het donker naar de vuurvliegjes? Nou, dat vind ik echt zo schattig. Nou, en wat hebben ze nou gemaakt? Ik probeer het zegel, het speciaal gemaakte zegel, dat ik nu verbreek. Ik wil het even redden, maar dat gaan we niet doen dus. Het Fireflies deck. Nou, ik vind het serieus wel een heel mooi gemaakt spel. Kijk eens. Ik vind het tof uitzien. Toch? Helemaal vol met allemaal vuurvliegjes. Zo, die leefde nog. Nou, ja. Die is nu gegarandeerd dood niet meer. Alle pips zijn mooi met een zilveren randje. Koordkaart, dus koningen, noem maar op. Allemaal goud en zilver afwerking. Mm-hmm. Mooi. Hier overal de zeg maar, vuurvliegjes op de achtergrond. De achterkant vind ik ook zeker de moeite waard. Is dat ook een mooie... Ja, kijk. Die gloed die erop zit, zeg maar een beetje neongroen met goud en zilver. Ik vind het echt heel tof. Ook weer vuurvliegjes erbij. Heel mooi spel. Ik ben zelf niet van de speciale spellen, zeg ik erbij, want ik denk altijd als je een spel tevoorschijn haalt, zeggen mensen, hey, wat is dat voor een speciaal spel? Maar ik vind dit wel een heel mooi spel. Als je met fantasy, weet ik niet, een typetje als elfje of weet ik veel, vind ik dat toch wel echt een heel gaaf spel. En ook doosjes, maar netjes gemaakt natuurlijk. Mm-hmm. Dat voor €10,95. €10,95, zie je. Mooi gemaakt. Ja, de prijs is ook oké. Okay. Dubbelbekker zit erbij. En een extra kaart die over was, omdat ze die toch moesten bedrukken. Van Collectible Playing Cards, die hebben het ontworpen. Bicycle Fireflies Playing Cards, oftewel deck. Ja, even tussendoor. Het is nu vrijdag. Ik ga even vertellen, het is 12, 11, 10, 9. Ja, we zijn het eerder opnemen. De 9e maart. Zondag is de Giga Goocheldag in Utrecht. In het... Vorstelijk complex in Utrecht, in de wijk Zuilen is dat. Check het even via de link onderstaan in deze video of aan de update van de vorige keer. Ben jij lid van de NMU, dan kun je, ja ik denk nu niet meer, maar moet je even anders even bellen. Kaarten reserveren online.
dat kan via de website van de.nmu.nl. Ben jij geen NMU-lid en denk je, ik vind goochelen zo leuk, maar ik wil niet per se zoveel geld betalen voor een entreekaartje. En ik wil alleen maar even kijken wat er allemaal is. Ik wil bij de goochelwinkels kijken en ik wil wat andere dingetjes zien. Dan kun jij gratis naar binnen daar. Check even de website voor het programma. Je kan ook tegen een kleine vergoeding workshops volgen. Dat kan ook nog. En volgens mij kun je ook showkaarten kopen. Maar exact weet ik het even niet uit mijn hoofd. Maar de Gigagoocheldag is dus zondag. Aanstaande zondag 11 maart in Utrecht. Eén dag later, 12 maart, komt Gregory Wilson met zijn nieuwe lezing naar Velden. Voor de mensen die kijken en naar de lezing komen, let op. Je kunt de kaarten hier oppikken in de winkel. Maar de lezing is in Café de Sport. En Café de Sport, nou als je hier achter mij de deur uitloopt en je loopt rechtsaf. En je loopt een meter of 300 rechtdoor. Dan zie je aan de linkerkant groot brandbier. Café de Sport. Dat is de enige locatie waar we terecht konden. De ene is aan de andere locatie in het verbouwen. De ene is dicht. De kroeg was bezet voor de rest. Dus dat is de enige plek waar we terecht konden. Maar prima hoor, daar zijn we heel blij mee. Anders hadden we de lezing niet kunnen organiseren voor zoveel mensen. Want er komt een flinke groep mensen. Wil je nog komen? Laat het weten. Er zijn nog plaatsen. Dus dan weet je dat alvast. Maar ik zie nog wat liggen. Ik ook. Van alles. Stof en... Nee. Dat ik heb hier nog een... Nee, is onmogelijk. Spelkaarten, nee. Ik ga aan jou vragen. Ben je goed aan de kaart opvouwen? Super. Even laten zien... Houd dit boven de mat, iedereen een beetje kan zien. Ja, hij zit in ieder geval gemixt, ja. Nou, vraag aan jou, René. Ja. Welke kaart zit nou achter die schoppaas? Achter de schoppaas? Een rode, dus een zwarte. Achter de schoppaas zit... Of een rode of een zwarte achter zit? Het een rode, ik zal stiekem even kijken. Oké, dat is goed, ik zie boven de mat. Ja, er zit een rode kaart achter. Zo. Is dat toeval? Nee, je vroeg net om de kaart te onthouden. Okay. Maar nu daarachter zit ook een rode kaart. Oh, dat heb je goed onthouden, ja. En hier achteraan? Zwart. Goed geheugen. Zwart. Even kijken. Rood, rood, zwart, zwart. Rood. Rood. En toen zwart, zwart? Zwart, zwart. Zwart. Wauw. Oké, ik ga het even anders doen, René. Ik pak even een aantal kaarten eruit. Nu weet ik de volgorde dus niet meer. Maar dat maakt niet uit. Dat gedeelte is klaar, ja. Ik zou trouwens volgens mij wel bij het hele spel kunnen doen. Zo. Dan ga ik weer eens weg. Ik vind het heel verdacht dat je allemaal doet, Deon. Valt wel mee. Ja, vind je? Maar ik vind het wel verdacht, want ik heb geen idee wat je aan het doen bent namelijk. Ik heb namelijk een aantal kaarten hier aan de doosje gedaan. Dat zijn 10 kaarten. Ja. Die kunnen rood en zwart zijn, maar nou vraag ik jou René, hoeveel rode kaarten... Zit er nog hier in de... Heb je die genomen waar we verder gingen? Of heb je die gewoon erg willekeurig eruit gehaald? Die kaarten van jou. Shit. Blauw, rood, rood, zwart, rood, 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 rood. 3 rond. Ik kom nog iets op. Wilde gok. 1. Is het zeker een 1? Klopt ook nog. Ik weet niet. Hé maar. Ik zal even laten zien. Er zijn eigenlijk 3. Mooie kaarten. Wat? Oké. En dit is Off-World. Ja, we hadden het hele spel kunnen doorgaan, hè? Rood, zwart. Ja, maar zoveel tijd hebben we niet, denk ik. Nee, het wordt niet echt interessanter op als je het zo lang doet. Ja, Off-World. 42,50. Heel makkelijk. Kant en klaar. Belangrijk detail, vind ik. Ja, ja, je kan er iets doen. Hebben wij niet gedaan om, voor je eigen zekerheid. Maar hebben wij niet gedaan. En dit is echt super makkelijk. Uitleg van Gregory Wilson ook. En nog een jongeman waar ik de naam niet van weet. Ja, is echt, inderdaad echt makkelijk te doen. We hebben hem helaas pas heel laat gekregen. Wegens een fout bij de leverancier stonden wij op de een of andere manier niet op de lijst voor deze truc die deze uitkwam. Baalde was een stekker van, want daar hebben we heel veel vraag naar. We hebben hem alsnog gekregen nu en het is gewoon een top dingetje. Ja. Dus zijn mensen snel. Ik heb heel veel negatieve reviews gelezen. Nou, eerlijk waar. Ik zou niet weten waarom, want ik vind het een heel makkelijk ding van de super ding. Ik zou niet weten wat er. In principe hoef je de video niet nog niet. Ja, ik zou wel bekijken, maar die heb je in principe niet nodig. Je had de video niet, je pakt het uit en dan zei je: ja. Heb je de video gezien? Nee, en die deed het al. En toen denk ik: oké, maar ik zeg maar, hij deed ook iets met een doosje. Ja. Daar hebben we even de video gecheckt voor de details. En het is super makkelijk. Ja, erg leuk. Off-world.
Met video-instructie en kaartspel. Ja. Nou, ik heb ook nog een kaartspel. Ik zal niet, hè? Kaartspel allemaal. Kaarten. Ik heb even wat huiswerk gedaan van tevoren. Ik heb alle rode kaarten even apart gelegd van de zwarte kaarten. Zie je? Oké. Okay. Vind je niet erg, hè? Nee. Oké. Okay. We gaan het even zo door elkaar schudden. Even voor de eerlijkheid. Het is echt... Het gaat echt... Door elkaar. Ben je het mee eens, hè? Mm-hmm. Okay. Kun je gewoon schudden, zo? Zal ik buizen. Super. Kijk. Kijk, ik heb alles goed door elkaar schudden. Hm. De kaart zit volledig door elkaar geschud. Tenminste, daar ga ik vanuit. Toch? Ik neem maar voor weg. Nee. Kun je ook zien trouwens. De kaart zit helemaal door elkaar. Zie. Kun je even de camera goed laten zien? Dan kunnen we gewoon schudden zoals ze zelf willen. Nou is het leuk, hè? Tenminste, daar ga ik vanuit. Als je schudt, zijn niet de kaarten in één keer opgelost. Het is niet zo dat u de kaarten in één keer, zeg maar, terug op volgorde liggen. Zou te mooi zijn voor woorden. Alles ligt nog gewoon door elkaar. Klopt, hè? Ja. Okay. Kun jij je vingers knippen? Ja, ik ben mijn vorige baas geleerd. Zo. Rood. Zwart. Is dat mooi? Ja, ja, dus we kunnen meerdere routines mee doen nog. Voorspellingen en dat soort dingen. Maar dit is in principe Cosmos 3. Super mooi ding. Van Krakel Stami. Ook geen moeilijk ding. Ook niet moeilijk. Je moet... Wel, de video even goed kijken. Ja, de video moet je even goed kijken. En je moet wat aanwijzingen op je kaarten maken. Dat je precies weet waar hoe je in elkaar steekt. Wat niet dus daar moet je even goed naar kijken. Maar in principe is het niet moeilijk. Want dit spel is ook goed gegaan de eerste keer. Dus. Laat ik zo zeggen. Als je de truc bestelt en je hebt geen rode Sharpie. Bestel een rode Sharpie mee. Dat zeggen we er echt bij. Ja. Maar je moet even wat stepjes zetten als je dat handig vindt. Voor de rest... Ja, mooi. Ik vind het een mooi ding. Mooie gimmick. Maar Krakel Stami heeft meer mooie dingen. Ja, die maakt ook apps en zo. Ja. Eindjagd, telefoto. Ja. Ja, ik vind dit ook een tof dingetje. Ja. En de prijs, €42,50, is oké voor wat je krijgt. Duidelijke video, uitgebreid met alles hoe je moet doen. Dus in principe is het ook... Dus geen standaard... Nee, het is geen normaal kaart. Ja, het is eigenlijk een bekend gimmick wel. Maar dan wel weer compleet gedrukt. Het is eigenlijk een mix van allerlei kaartspellen. We kunnen het beter niet opnoemen wat het allemaal is, maar... ik weet ook niet of ik er wel te veel verteld heb, maar het is in ieder geval wel mooi gemaakt. Nee, vind ik niet. Hey, we zijn er doorheen. Dat was hem. Dat is wel prima, want we hebben een drukke week deze week. Dus we zijn ook eerder aan het opnemen al. En naar mijn idee hebben we alles. Dus zou ik daar bij laten, niet? Dat is prima. Ja. Tot de volgende keer, update nummer 84. Ja, tot de volgende. Hey, goedjes. Hoi.